Hoe kan ik het jaar beter beginnen, 2023, dan eens keer bijpraten met Ruud Hendricks? De laatste keer dat ik hem interviewde was in Dauphine, 5, 6, 7 jaar geleden. Nou, Ruud heeft natuurlijk heel veel dingen gedaan in de media. Hij is Sport 7 heeft hij nog gedaan, Studio Sport en De Mol. En natuurlijk kennen we hem van de afgelopen jaren van Startup Bootcamp, waar hij duizenden bedrijven zeg maar, in de start-up scene heeft geholpen. En dan gaan we eens even praten over hoe dat erbij staat, of dat model eigenlijk nog steeds recht overeind staat en wat hij ervan geleerd heeft. Ruud, leuk dat ik jij de eerste persoon ben die ik dit jaar weer eens even interview. Vincent, wat een eer. Wat een eer. Man. Nou, je bent weer even terug in Nederland. Ja. Waar hang jij normaal uit? Normaal woon ik op Ibiza. Ik ben zeg maar een week of drie op Ibiza en dan één week in Nederland. Maar zoals je weet is mijn compagnon Patrick de Zeeuw vorig jaar overleden. Ja, en daardoor, dankjewel. En daardoor ben ik nu wat meer in Nederland dan normaal het geval zou zijn. Ja. Ja. Oké, nou je hebt een geweldige achtergrond in de media. Eerst van zelf allerlei dingen doen. Ja. En daarna heb je het vermogen gehad om met John de Mol om te gaan. Je hebt nog heel veel geleerd van Sport 7. Nou, eigenlijk alleen al dat soort dingen zijn al dingen waar ik eens een keer een uurtje met je wil gaan zitten. Maar we doen even een korte update over dat gebeuren. Je houdt ook van nieuwe dingen. Hè? Van de laatste keer toen wij met elkaar praten, toen was ik enthousiast over Tesla. En wat heb je met Tesla gedaan? Ja, ik heb een Tesla gekocht 5 jaar geleden. En niet alleen de auto, maar ik heb exact hetzelfde bedrag als ik in de auto heb gestopt, heb ik ook in aandelen Tesla gestopt. En dat heeft mij geen windeieren gelegd, dus dat was mooi. Dat was dus, ik heb dat ook een stuk of 20 Amerikanen heb ik dat verteld. En een stuk of 8 hebben het gedaan. En een van mijn mensen die nu gaat investeren in mijn nieuwe bedrijf is Bob Goodgart. Die had toen 2,3 miljoen euro. Had hij eraan overgehouden. Alleen afgelopen jaar was het weer iets minder eigenlijk. Ja, ik heb dus geen 2,3 miljoen overgehouden, maar ik heb de auto wel 4 keer terugverdiend. Ja, 4 keer. Ja. Dus inderdaad, je kon gewoon gratis rijden. En, ik heb altijd het gevoel dat ik gratis rijd. Je rijdt gratis. Ja. En je bent ook een fan van ruimtevaart en zo. Ja. Hè? Dus ja. Je volgt Elon Musk ook een beetje met Ja, ik vind SpaceX eigenlijk veel interessanter dan Tesla. Ja, ja. Oké. Okay. Dat is inderdaad, dat is ook echt heel vernieuwend wat ze hebben gedaan. We gaan zo meteen even praten over Startup Bootcamp. Misschien nog even de laatste roddel. Hoe kijk jij tegen Elon Musk aan als je nou gewoon hem zo ziet? Ja, dat is een geniale man. Maar geniale man zijn heel vaak heel moeilijk om mee te werken. En die man is natuurlijk zo ontzettend gedreven, omdat hij in zijn jeugd op een verschrikkelijke manier op school gepest is. En dus die is continu aan het bewijzen dat hij wel degelijk iets kan. En daar moeten wij met z'n allen heel blij mee zijn. Want anders hadden we, als je nu ziet dat Starlink boven ons hangt, met inmiddels 1 miljoen abonnees. Starlink is alleen maar daar met supersnel internet, waar ik op Ibiza overigens continu gebruik van maak. Dankzij het succes van SpaceX. En SpaceX en de Oekraïne, het leger, bestaat eigenlijk dankzij Starlink's communicatie. Want anders waren ze gewoon ziendeblind geweest en dat alles natuurlijk als eerste eruit geflikkerd, zeg maar. Zo is het. Dus het is een briljante man. En met briljante mensen komen ook nadelen. En ik vind het jammer dat hij Twitter heeft gekocht. Ik denk dat hij daar diep in zijn hart al heel lang spijt van heeft. Maar goed, hij zit nu eenmaal in dat schuitje, dus hij zal er een succes van moeten maken. Mm-hmm. Maar briljante mensen zijn... Hij is nu 6 weken bezig. Hè? Hoe beoordeel je dat? Nou ja, hij is de tering naar de nering aan het zetten. Ik denk dat dat heel goed is. Was ook heel erg nodig. Maar briljante mensen zijn soms ook een beetje eng. En Elon Musk heeft ook een eng kantje. Dat is nou eenmaal zo. En dat geldt ook voor Mark Zuckerberg. Dat geldt voor Jeff Bezos. Zo zijn er meer, ja. Mm-hmm. Ja, dus hij is de tering naar nering aan het zetten. Hoe vind je hoe hij er bezig is met die Twitter-files en met zeg maar nieuwe regels aan het opzetten? Om wanneer kun je worden gecanceld? Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen? Nou ja, ik ben net als jij ook diep in mijn hart nog altijd een journalist. En ik geloof heel erg in vrijheid van meningsuiting. Of je nou mensen maar onbeperkt een platform moet geven om de meest verschrikkelijke dingen te roepen, daar heb ik mijn twijfels over. En ik denk dat hij het moeilijk vindt, net zoals trouwens heel veel mensen, om objectief naar zichzelf te kijken en om op objectieve wijze om te gaan met de kritiek die er op hemzelf wordt geleverd. Ja, ja. Nou, niets menselijks is ons allen vreemd, ook hem niet. Ja, ja. Die ex-CEO van PayPal, die is dus, die werkt nu ook met hem. Dat is ook een vent die kan zeggen tegen hem, fuck off. Ja. Weet je wel, dat soort mensen moet je om je heen hebben. En hij heeft 100 ingenieurs van Tesla en 100 ingenieurs van SpaceX. Ja.
die behoorlijk mannetjes, vrouwtjes zijn, zeg maar. Dus ja. We zullen zien. Hij zegt, nou, ik ben nu 2 maanden bezig met Twitter en dan ben ik wel klaar. Ik ga nu weer terug naar Tesla. Ik ga nu een CEO vinden. Nou, dat is wel nodig ook. Kijken van... Ja. Ja, maar is dat...